Prominent Surinamer en oud-minister van Onderwijs Harold Rusland is overleden. Verwijten van Brunswijk aan het adres van Tsantokki over de stijgende wisselkoersen. En invoering van de BTW wordt grotendeels genegeerd door de ondernemers. Goeiedag, dit is Regionieuws TV Suriname van 30 januari 2023. Het nieuws voor 1 miljoen Surinamers. Harold Rusland is overleden. De vader van NPS-voorzitter Gregory Rusland en oud-minister van Financiën Andy Rusland overleed zaterdag op 84-jarige leeftijd. Harold Rusland was na zijn loopbaan als onderwijzer actief in de vakbeweging. Hij was eerst voorzitter van de Christelijke Onderwijzersbond Broederschap en daarna president van de Federatie van Onderwijzers en Leraren. De federatie bracht in 1968 het kabinet Pengel ten val. Bij de verkiezingen van 1973 werd hij via de Partij Nationalistische Republiek, de PNR, lid van de Staten van Suriname, zoals het parlement destijds nog genoemd werd. Na de militaire staatsgreep van 1980 was hij minister van Onderwijs in 3 kabinetten. De datum van de uitvaart is nog niet bekend. President Tsantokki moet eindelijk beginnen met het zoeken naar oplossingen voor de almaar stijgende wisselkoersen. Dat zegt vicepresident Rodney Brunswijk. Zaterdag, tijdens een bezoek aan Nikeri, zei Brunswijk dat hij vandaag dit probleem op de agenda zal zetten. Vorig jaar nog had hij geëist dat de koersen op 20 september moesten dalen. Hij zou persoonlijk alle cambio's controleren en maatregelen treffen tegen banken en wisselkantoren die de koersen niet verlaagden. Vervolgens gingen de koersen nog harder omhoog. Maar deze keer is het serieus. Zijn aankondiging is geen podiumtaal, benadrukte Brunswijk. Hij beloofde dat zijn partij, de ABOP, samen met de PL van de Somohartjo's alles zou doen om de Javanen en de Boslandkreolen tot ontwikkeling te brengen. Er zijn nog maar heel weinig winkeliers die zich houden aan de verplichting om de BTW te heffen. Dat zegt Gretel Wolfram. Zij is voorzitter van de Surinaamse Winkeliersvereniging. Ondernemers vinden de BTW te ingewikkeld en omslachtig en hebben geen zin in de extra stress die deze wet met zich meebrengt, zegt Wolfram in de Times of Suriname. Zeker 90% van de ondernemers kijkt daarom nu nog de kat uit de boom. Bovendien hoeft een groot deel van de winkeliers niet eens BTW te heffen. Ze hebben namelijk een omzet van minder dan 1 miljoen SED per jaar en dat is de drempel om BTW te moeten innen. Bedrijven die wel BTW moeten innen, mogen dit niet doen over hun oude voorraden. Ze hebben tot eind maart de tijd om van deze voorraden af te komen. Op 1 april moeten ze dus beginnen met de BTW-heffing. Tot zover Regionieuws TV Suriname. Wilt u dagelijks op de hoogte blijven? Download dan onze app Regionieuws TV. En heeft u nieuws te melden? Mail dat aan onze redactie. Suriname@regionieuws.tv. En kijkt u via YouTube? Vergeet u dan niet u te abonneren. Dank voor uw aandacht en blijf vooral gezond.